is er en ondergetekende diaken Gerard van Rossum. De schriftlezing is vanmiddag uit Exodus 16 en het thema van de verkondiging is stilgezet in de woestijn. Een paar mededelingen namens de kerkenraad. We maken u erop attent dat op woensdagavond 13 mei er een bidstond gehouden zal worden. Een moment van verootmoediging en gebed. Veenendaal Bid is een initiatief van verschillende kerken in Veenendaal. De uitzending wordt verzorgd vanuit ons kerkgebouw. Voor meer informatie zie de zondagsbrief. Dan wat betreft de collecte. Zoals u inmiddels weet worden de collectegelden gelijkelijk verdeeld over de verschillende doelen. Vandaag zijn dat als eerste diaconie en twee kerkelijke kas, met name de Theologische Universiteit en drie bouwfonds. De diaconale collecte is vandaag voor een deel bestemd voor de Stichting Hulp in Praktijk in Veenendaal. Let op dat u het rekeningnummer, wat vermeld staat op de zondagsbrief van 1 mei, onder het kopje diaconale collecte niet gebruikt. Dat is namelijk het rekeningnummer van de stichting zelf. We verzoeken u uw bijdrage over te maken via de rekening van de diaconie. Dat rekeningnummer kunt u vinden in het penielcontact of op de website en dat staat bij gemeentenieuws. Stichting HIP heeft als doel de kwetsbare naaste in nood te helpen, ongeacht zijn culturele of religieuze achtergrond. De vrijwilligers van Stichting HIP verlenen hulp vanuit Bijbels perspectief. Vanmorgen is al het een en ander daarover meegedeeld en daarom verwijs ik u nu verder naar het gemeentenieuws op de website. Deo Volente, volgende week zondag 10 mei wordt er een noodhulpcollecte gehouden. Ook deze collecte wordt door de diaconie van harte bij u aanbevolen. We gaan nu zingen Psalm 105 vers 1 en de kerkenraad wenst u en jou een gezegende eredienst. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw blijft van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat het werk dat zijn goddelijke hand eenmaal begon. Liefde gemeente, genade is er voor u en voor jou. En vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we verder gaan met deze dienst door opnieuw te zingen uit Psalm 105 over Gods goedheid en goedertierheid, zijn gunst die hij laat zien in het geven van manna aan zijn volk. Daar zal het ook over gaan in de verkondiging. Het geven van manna, daar zingt vers 22 over.
En over de gunst en de goedheid van de Heere zingen we met vers 24. Psalm 105, vers 22 en 24. Want deze God is onze God, Hij is ons deel, ons zalig lot. Gelukkig bent u, als we dit met heel ons hart ook kunnen zingen. Deze God willen we belijden. En als we ons geloof beleden hebben met de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, zingen we samen uit vers 6 van Psalm 48. Deze God is onze God. En ieder spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Ja, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer opgestaan uit de doden. Opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonde. Wederopstanding van het lichaam. En het eeuwig leven. Thank you.
Voordat we verder gaan met deze dienst, willen we samen eerst vragen aan de Heer om zijn zegen, om de leiding van de Heilige Geest en de opening van het woord. Laten we samen bidden. Grote, trouwe, almachtige Heere in de hemel, U die we Vader mogen noemen, in en door het werk van uw Zoon Jezus Christus, tot u komen we, om uw grote en uw heerlijke naam te danken, dat u ons vandaag opnieuw de gelegenheid geeft om naar uw woord te luisteren, om samen te zingen, om samen te bidden, om samen uw woord open te doen. Heren, dan doen we dat wel samen, maar niet samen onder één dak, niet samen in de kerk met heel de gemeente, maar met een klein deel. En dan luistert en kijkt de rest van de gemeente mee vanuit hun woning, vanuit de plaats waar zij of hij is. En we vragen u, Heren, wilt u ons eenheid geven, ondanks het feit dat we elkaar niet zien, dat we elkaar niet ontmoeten, maar geef dan toch verbondenheid, eenheid door u en door uw woord, door uw geest. Dat we ons verbonden mogen weten met elkaar. Ook met onze gasten die meeluisteren, meekijken. Geef, Heren, dat we die eenheid mogen proeven in uw woord. Die gemeenschap van de heiligen mogen ervaren door uw geest. We hebben het net ook beleden. En geef dat het woord van u harten mag raken. Onze harten mag openen voor u. En dat we ook de eenheid met u mogen ervaren. Gemeenschap met u die tot ons spreekt. Die een God bent en die op afstand blijft, maar naar ons toe komt. In uw woord naar ons toe bent gekomen. In het vlees mens bent geworden. Immanuel, God met ons. En die zelfs met Pinksteren in uw geest op aarde bent gekomen om God in ons te kunnen zijn. Om ons met u te kunnen verbinden. Om ons te kunnen verzoenen door het bloed van uw Zoon Jezus Christus. En we danken u, Heren, voor die genade, voor dat grote wonder. Dat u ons niet aan onszelf hebt overgelaten, aan de keuzes van ons hart. Ons niet in de zonde hebt gelaten, maar in genade opzoekt. Wat een wonder, wat een trouw van uw kant. Dat is genade, Heren, dat we iets krijgen wat we niet verdiend hebben. En dat we iets wat we wel verdiend hebben niet krijgen, maar dat u dat voor ons hebt gedragen, Heer Jezus. Geef dat we daar allemaal in mogen delen, in die genade. Dat niemand dat van ons zal missen. Dat we er niet aan voorbij leven. Maar dat we tot u komen om die genade te ontvangen voor het eerst wellicht of bij vernieuwing en verdieping. Dat de dienst van vanmiddag ons ook bij u mag brengen om die genade te ontvangen, om geloof te mogen ontvangen of gebouwd te mogen worden in het geloof, hersteld te mogen worden in het geloof of verder geleid te mogen worden op de weg met u. Heren, u weet wat een ieder van ons persoonlijk nodig heeft. U kent ons door en door, want u hebt ons geschapen. U kent ons hart. U weet wat er leeft. Daarom vragen we het aan u. Vragen we uw zegen voor deze dienst. Geef, Heren, dat we gericht mogen zijn op u en uw woord, dat al het andere weg mag vallen. Gedachten die we kunnen hebben, afleidende gedachten. Geef, Heren, dat we helemaal op u gericht mogen zijn. Ook als het lastig is om thuis mee te kijken, mee te luisteren. Heren, wilt u ons helpen om ons te concentreren. Verlicht ons verstand door uw geest, dat we mogen begrijpen waar het over gaat vanmiddag. Dat we uw woord mogen begrijpen. Maar wilt u ook verder gaan met uw geest, dat het woord door uw geest ook uit mag werken in ons leven wat u wil. Zodat het ook echt een dienst mag zijn tot eer van uw naam. Dat uw naam de eer mag ontvangen. De lof en de roem. Want u bent het zo waard, Heren. U hebt ons niet alleen geschapen.
U onderhoudt ook nog ons leven en wilt ons ook herscheppen door uw geest. Ons leven ook heiligen. En u wilt het ook uiteindelijk verheerlijken met uw Zoon Jezus Christus. Maak ons dan aan zijn beeld gelijk. Heren, wilt u zijn met iedereen die meeluistert, met heel de gemeente, met hen die het moeilijk hebben, die ziekte kennen, rouw, eenzaamheid, op andere manieren moeite en zorg in hun leven tegenkomen. Ontfermt u zich, Heren? Wilt u ons vanmiddag ook bemoedigen en vertroosten? Ons voeden met het hemelse brood, met het manna, het levende woord, met uzelf, Jezus Christus. Vul ons dan rijk. Wilt u deze gemeente zegenen en tot zegen doen zijn? Zegen de kerkenraad, zegen dominee Van der Ree en zijn gezin. Zegen ieder die een taak heeft in de gemeente. Soms op de voorgrond, soms op de achtergrond. Heren, u weet ervan. En laat het zijn tot opbouw van de gemeente, tot eer van uw naam. Zeg ook het werk van de poster. Het werk wat er gebeuren mag in Veenendaal en omstreken. Zeg ook het initiatief wat er genomen is om gezamenlijk ook te bidden in deze moeilijke tijd. Dank u wel, Heren, dat u dan ook ons over kerkmuren heen laat kijken. Dat doen we wellicht ook op andere manieren en op andere tijden. Maar deze nood brengt ook samen. Geef dat die verbinding wederzijds ervaren mag worden. Heilzaam mag zijn. Voor de gemeente, maar ook voor Veenendaal. Heren, bewaart u ons voor de boze. Geef dat hij ons niet zal verhinderen om naar u te luisteren. Bewaar ons voor de zonde. Vergeef ook ons onze zonde. En geef ons zo uw zegen. Hoort u ons. Uit genade alleen. Om Christus wil. Amen. Vanmiddag lezen we uit het Oude Testament. Uit het Bijbelboek Exodus. Exodus 16. En jongens en meisjes, Exodus betekent uittocht. En dan gaat het over de uittocht van het volk Israël die uit Egypte vandaan trekt. En in Egypte waren ze slaven, maar de Heere God heeft ze bevrijd. En heeft ze beloofd dat ze naar het land Kanaan zullen gaan. Naar het beloofde land. Maar dan moeten ze eerst wel door de woestijn. En wat daar allemaal gebeurt, wordt ook beschreven in Exodus. Ook in hoofdstuk 16 wordt een deel van die geschiedenis beschreven. En die gaan we nu samen lezen. Exodus 16. En daar lezen we het woord van de Heer als volgt. Ze braken op uit Elim en heel de gemeenschap van de Israëlieten kwam in de woestijn Sin, die tussen Elim en de Sinaï ligt. Dat was op de 15e dag van de tweede maand nadat zij uit het land Egypte waren vertrokken. En heel de gemeenschap van de Israëlieten morde tegen Mozes en tegen Aaron in de woestijn. De Israëlieten zeiden tegen hen: Och, waren wij maar door de hand van de Heere gestorven in het land Egypte, toen we bij de vleespotten zaten en brood aten tot verzadiging toe. Want u hebt ons uitgeleid naar deze woestijn, om heel deze gemeente van honger te laten sterven. Toen zei de Heere tegen Mozes: Zie, ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen. Het volk moet erop uitgaan en de per dag benodigde hoeveelheid verzamelen, zodat ik het op de proef kan stellen, of het naar mijn wet wandelt of niet. En op de zesde dag moet het zo zijn dat ze bereiden wat ze binnenbrengen, en dat zal het dubbele zijn van wat zij dagelijks verzamelen. Toen zeiden Mozes en Aaron tegen al de Israëlieten: Vanavond nog zult u weten dat de Heere u uit het land Egypte geleid heeft. En morgenochtend zult u de heerlijkheid van de Heere zien. Want hij heeft uw gemor tegen de Heere gehoord. Want wie zijn wij dat u tegen ons mort? Verder zei Mozes:
Als de Heere u in de avond vlees te eten geeft en in de ochtend brood tot verzadiging toe, dan is dat omdat de Heere het gemor heeft gehoord waarmee u tegen hem mort. Want wie zijn wij? Uw gemor is niet tegen ons gericht, maar tegen de Heere. Daarna zei Mozes tegen Aaron: zeg tegen heel de gemeenschap van de Israëlieten, kom naar voren, voor het aangezicht van de Heere, want hij heeft uw gemor gehoord. Terwijl Aaron tot heel de gemeenschap van de Israëlieten sprak en zij zich naar de woestijn keerden, gebeurde het dat, zie, de heerlijkheid van de Heere in de wolk verscheen. En de Heere sprak tot Mozes: ik heb het gemor van de Israëlieten gehoord. Spreek tot hen en zeg: tegen het vallen van de avond zult u vlees eten. En in de morgen zult u met brood verzadigd worden. Dan zult u erkennen dat ik de Heere, uw God, ben. En tegen de avond gebeurde het dat er kwartels kwamen aanvliegen die het kamp overdekten. En in de ochtend was er een laag dauw rondom het kamp. Toen de laag dauw opgetrokken was, zie, over de woestijn lag iets fijns, iets vlokkigs, fijn als de rijp op de aarde. Toen de Israëlieten dat zagen, zeiden ze tegen elkaar: wat is dat? Want zij wisten niet wat het was. Mozes zei tegen het volk, zei tegen hen: dit is het brood dat de Heere u te eten gegeven heeft. Dit is het woord dat de Heere geboden heeft. Ieder moet ervan verzamelen naar wat hij eten kan. Een gomer per hoofd, naar het aantal van uw personen. Ieder moet het nemen voor hen die in zijn tent zijn. En zo deden de Israëlieten. Ze verzamelden de een veel en de ander weinig. Ze maten het met de gomer. Wie veel had, had niets over. En hem die weinig had verzameld, ontbrak niets. Ieder had zoveel verzameld als hij eten kon. En Mozes zei tegen hen: niemand mag ervan overlaten tot de volgende morgen. Maar ze luisterden niet naar Mozes. En sommige mannen lieten ervan over tot de volgende morgen. Toen zat het vol wormen en stonk het. Daarom was Mozes erg kwaad op hen. Zo verzamelden zij het elke morgen, ieder naar wat hij eten kon. Want zodra de zon heet werd, smolt het weg. Op de zesde dag gebeurde het dat zij een dubbele hoeveelheid brood verzamelden, 2 gomers voor 1 persoon. Als de leiders van de gemeenschap kwamen dat aan Mozes vertellen. Hij zei toen tegen hen: dat is het wat de Heere gesproken heeft. Morgen is het de rustdag, de heilige Sabbat voor de Heere. Wat u bakken wil, bak het. En wat u koken wil, kook het. En laat alles wat er overblijft voor uzelf liggen om het tot de volgende morgen te bewaren. Ze lieten het staan tot de volgende morgen, zoals Mozes geboden had. En nu stonk het niet en waren er geen maden in. Toen zei Mozes: eet dit vandaag, want vandaag is het de Sabbat voor de Heere. U zult het vandaag buiten niet vinden. 6 dagen moet u het verzamelen, maar op de 7e dag is het Sabbat. Dan zal het er niet zijn. Het gebeurde echter op de 7e dag dat sommigen van het volk erop uitgingen om brood te verzamelen, maar ze vonden niets. Toen zei de Heere tegen Mozes: hoe lang weigert u nog mijn geboden en mijn wetten in acht te nemen? Zie, omdat de Heere u de Sabbat gegeven heeft, daarom geeft hij u op de 6e dag brood voor 2 dagen. Ieder moet op zijn plaats blijven. Niemand mag er op de 7e dag vanuit zijn verblijfplaats op uitgaan. Zo rustte het volk op de 7e dag. Het huis van Israël gaf het de naam manna. Het was wit als korianderzaad en de smaak ervan was als van een honingkoek. Verder zei Mozes: dit is het woord dat de Heere geboden heeft. Vul een gomer ervan om het te bewaren, al hun generaties door, zodat ze het brood zien dat ik u in de woestijn te eten heb gegeven, toen ik u uit het land Egypte leidde. Ook zei Mozes tegen Aaron: neem een kruik en doe daar een volle gomer manna in en zet die voor het aangezicht van de Heere om het te bewaren, al hun generaties door. Zoals de Heere Mozes geboden had, zette Aaron het voor de getuigenis om te bewaren. De Israëlieten aten 40 jaar lang het manna, totdat zij in bewoond gebied kwamen. Ze aten manna totdat ze aan de grens van het land Kanaan kwamen. Een gomer is 1/10 van een eva. Dat is
2 tot 4,5 liter. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de verkondiging is vers 6b. Eigenlijk neem ik het hele hoofdstuk mee, maar vers 6b is wel de kerntekst. Daar staat namelijk: vanavond nog zult u weten dat de Heere u uit het land Egypte geleid heeft. De Heere doet u wonderen, zodat het volk ook weet dat Hij het is die hen bevrijd heeft. Dat ze dat niet zullen vergeten. Voordat we luisteren naar de verkondiging vanuit dit gedeelte, zingen we eerst nog als inleiding op de preek Psalm 77, vers 7 en 11. Straks als antwoord op de preek zingen wij Psalm 81, vers 11 en vers 12. Vers 11. Ik ben de Heer, ik ben uw God, u heilig, ijver voor mijn eer, die u door mijn hand uit Egypte land leidde vrij en veilig. Dat zijn de woorden die God ook spreekt. En ik zou dus 20 woorden van bevrijding, van de God die bevrijdt en die ook tegen ons zegt in vers 12... Doe uw mond maar wijd open, dan zal ik hem vervullen. Pleit maar op het verbond wat ik met u gesloten heb. We zingen Psalm 81, vers 11 en 12, straks als antwoord op de preek. Gemeente van de Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jong en oud, gast in ons midden. Stilstand is achteruitgang.
Als je niet meegaat in de ontwikkelingen, met de nieuwste ontwikkelingen, dan ga je erop achteruit. Dan sta je stil met je bedrijf, sta je stil met je school, sta je stil in de samenleving. Je loopt in ieder geval achter als je stilstaat en de anderen maar door laat gaan. Ja, stilstand is achteruitgang. Dat gezegde gaat in heel veel gevallen op. Maar het is ook een gekleurd gezegde. Gekleurd door de bril die we op hebben, door de geest van de tijd die ons maar voorhoudt van het moet allemaal wel doorgaan. Het kan niet stil blijven staan. Het moet vooral doorgaan en vaak ook snel gaan. Er moet groei zijn. Groei in de economie. Er moet groei zijn in je persoonlijke ontplooiing, in je persoonlijke ontwikkeling. En dan kan stilstand alleen maar achteruitgang betekenen. We leven in een tijd waarin gezongen wordt, the show must go on. Het moet doorgaan. Wat er ook aan de hand is, in welke situatie we ons ook bevinden, we moeten wel doorgaan. En zo stoppen we miljarden in onze economie, zeker nu in een tijd van crisis, een coronacrisis. Willen we een economische crisis voorkomen? Er zijn bedragen achteruitgelegd, onder andere door de Europese Unie, van honderden miljarden. Blijkbaar kunnen we dat dan toch bij elkaar brengen als landen samen. Zoveel geld om het maar door te laten gaan, omdat stilstand achteruitgang is. Je zou je afvragen wat je met een procent of een promiel van al die miljarden kan doen voor mensen die helemaal niets hebben. Nee, wij stoppen het in onze economie, want die economie mag niet stilstaan, die moet maar blijven groeien. En ik zei net al, ook wij zelf moeten groeien. Onze talenten ontwikkelen, we moeten ontplooien. Zo las ik al een reclame, een advertentie op internet, dat we in de tijd dat we toch niet aan het werk kunnen of naar school kunnen, toch verschillende cursussen kunnen gaan doen om onszelf te ontwikkelen. Om onszelf te ontplooien. Je zou er moe van worden. Stilstand kan echter ook heel heilzaam zijn. Het kan je tot bezinning brengen. Het kan je terug doen kijken en evalueren. Om met een andere blik naar voren te kijken. En de toekomst tegemoet gaan. Stilstand is niet iets wat bij ons mensen altijd past. Waar we zelf niet zo snel voor kiezen. Stilstand wordt ons soms ook opgelegd. Dan worden we echt stilgezet. Dat gebeurt ook met het volk Israël in de woestijn. Stilgezet met de situatie, door de situatie waar ze zich in bevinden. Het eten is bijna op. Ze worden stilgezet bij een probleem en door een probleem. Stilgezet in de woestijn. Daar gaat het vanmiddag over in de preek. Dat is ook het thema van de preek. Stilgezet in de woestijn. En we zien wat dat doet met het volk Israël. Maar we willen vanmiddag ook graag luisteren naar wat dat voor ons kan betekenen. Hoe wij ook stilgezet kunnen worden in de woestijn. In de woestijn van ons leven. Stilgezet in de woestijn. Drie woorden, jongens en meisjes. Drie gedachten. Zodat je makkelijk ook de preek kan volgen. En misschien ook een stukje kan onthouden en terugvertellen. In de eerste plaats wordt dan het volk beproefd. Maar ook bemoedigd. En uiteindelijk ook gevoed. Dus stilgezet in de woestijn, het volk wordt beproefd, bemoedigd, maar ook gevoed. Ja, Israël is alweer anderhalve maand onderweg. Anderhalve maand op reis, met dat hele volk. Dat is een hele onderneming. Maar de Heere God gaat ze voor. In een wolk overdag wijst Hij de weg en 's nachts verandert die wolk in een vuurkolom. Die wolk die staat rechtop, die gaat voorop, die geeft schaduw. En 's nachts staat die wolk eigenlijk als het ware in brand. Dan geeft het licht in de nacht. God gaat voorop. Het is alweer anderhalf maand geleden
dat hij het volk Israël bevrijd heeft uit Egypte, uit het slavenbestaan. Daar hebben ze al een hele tijd gewoond. En altijd als slaaf geleefd. Dat was een hard bestaan. Een bestaan waarin ze geen rust kenden. Waarin ze altijd maar door moesten werken. Waar ze niet baas waren over zichzelf. Maar echt slaaf. Een bezit, een eigendom van de koning van Egypte, van de farao. En ze moesten hard werken. Stenen bakken. Stenen sjouwen, stenen stapelen. Om maar steden te bouwen voor de koning. Voorraadschuren, misschien zelfs wel piramides. Want het werk moest wel doorgaan. De economie moest blijven draaien. En hoewel het een hard bestaan was in Egypte, wisten ze wel waar ze aan toe waren. Er was brood in overvloed. De Israëlieten hebben het zelfs over vlees. Vleespotten. Zouden ze dat nou elke dag gehad hebben? We weten het niet, maar als je terugkijkt naar het verleden vanuit een situatie waarin het niet zo goed met je gaat, dan idealiseer je vaak het verleden. En dan herinner je vooral het goede en het mooie. Dan heb je een selectief geheugen. Ja, 1,5 maand geleden hadden ze het vlees gegeten van het lam, wat ze moesten slachten en waar ze het bloed van op moesten vangen. En aan de deurposten moesten smeren, omdat de laatste plaag alle oudste zonen van elk huis zouden doden. Behalve waar bloed aan de deurpost was gesmeerd. Zo was het Pascha gevierd, ingesteld. En zo werden ze bevrijd uit Egypte. 1,5 maand geleden alweer. Wat gaat de tijd dan snel? En wat kun je dan snel vergeten wat de Heer heeft gedaan? Want dat blijkt toch het geval te zijn, dat ze het vergeten zijn. Want nu er een beproeving komt voor Israël, een beproeving omdat er geen eten meer is, mopperen ze. Morren ze. En jongens en meisjes, dat mopperen, dat klinkt in de eerste plaats in de oren van Mozes en Aaron en is ook wel op hen gericht, maar ze mopperen eigenlijk tegen de Heere God. Ze zeggen van, zijn we dan hier voor uit Egypte bevrijd om te sterven in de woestijn? Was het niet veel beter geweest om in Egypte te sterven? Dan hadden we tenminste nog vlees en brood in overvloed. Dan hadden we het goed. Dan waren we met een volle maag gestorven. En niet van de honger hier in deze wildernis, in deze woestijn. Dat klinkt best wel vroom, hoe ze het zeggen. Dat ze door de hand van de Heere wel zouden willen sterven in Egypte. Door de hand van de Heere. Niet door zichzelf, maar met andere woorden, we hadden ons liever overgegeven aan de Heere in Egypte onder gunstigere omstandigheden. Maar ze willen zich niet overgeven aan de Heere in de woestijn. Niet in de plaats waar Hij ze naartoe geleid heeft. En dat mopperen, dat morren tegen God, dat murmureren is heel erg. Want dat is ondankbaar. Daaruit blijkt dat ze vergeten zijn wat God gedaan heeft. En hoe kun je dat nou vergeten? 1,5 maand geleden nog maar. Maar nog korter geleden waren ze in Mara geweest, waar ze water gevonden hadden wat bitter was, maar wat door een wonder van de Heer weer zoet was geworden. Die 10 plagen die God in Egypte gegeven had, ja, dat zet je toch niet zomaar uit je hoofd. En ook niet het feit dat hij de zee gespleten heeft, zodat ze met droge voeten naar de overkant konden lopen. En dat in diezelfde zee de farao met zijn leger verdronken is, zodat het volk niks meer te vrezen heeft voor die wrede koning en zijn leger. Ja, dat lijken ze toch vergeten te zijn. Ongeloof en wantrouwen heeft de overhand bij het volk Israël. Ze vertrouwen niet op God die hen bevrijd heeft. Nou, is het heel makkelijk om met onze vinger te wijzen naar Israël. Maar deze geschiedenis houdt ons een spiegel voor. Een spiegel waarin de vraag staat, hoe gaan wij om
met beproeving. Hoe reageren wij als we in een situatie terechtkomen waarin we niet weten hoe we verder moeten? Want het volk Israël wist niet hoe ze aan eten moesten komen. Met duizenden mensen waren ze daar. En er was geen eten meer. De voorraad was bijna op. Er groeide niks in de woestijn wat ze konden oogsten. Geen vruchten die ze konden plukken. En wat zouden wij gedaan hebben? Als we zo stilgezet werden. Nou gemeente, ik denk dat we in onze tijd ook stilgezet zijn. Soms ook letterlijk stilgezet. Door het coronavirus. Wat doe je dan? Als je zo in de beproeving komt. Als je zo in een situatie komt waarin je niet weet hoe je verder moet. Als er een faillissement dreigt voor je bedrijf. Omdat de kosten wel stijgen en de loonkosten uitbetaald moeten worden. En ook al krijg je misschien een vergoeding van de regering. Je verdient niets, er komt niks binnen en er gaat alleen maar wat uit. Wat doe je als je beproefd wordt en je baan staat op de tocht? Wat doe je als je mantelzorger bent en je nu door de omstandigheden geen gebruik kan maken van de hulp van anderen? Van een dagbesteding of van andere instanties? Waarin je merkt hoe zwaar het is om in je eentje voor je naaste, je nabije naaste te zorgen. Misschien wel voor je geliefde. Wat doe je als je de hele dag alleen zit? Misschien eens een keer een telefoontje krijgt, maar je voor de rest van de dag zelf moet vermaken. Niet eens naar de winkel kan, dat het te gevaarlijk is voor je. Dat de boodschappen voor u gedaan worden. Het is een beproeving. Ook een beproeving dat we niet naar de kerk kunnen. Ik hoorde van gemeenteleden in Putten dat ze dat missen, naar de kerk gaan. Maar we raken er zo langzamerhand misschien ook wel aan gewend. Is het geen beproeving als we straks weer naar de kerk kunnen? Hebben we dan het verlangen? Zien we dan de nood ook weer om samen te komen? Zo kun je ook beproevingen hebben die niet met corona te maken hebben. Die te maken hebben met je eigen gezondheid die achteruit gaat. Met een diagnose die je gehoord hebt. Die je leven bedreigt. Beproeving omdat je ouder wordt. Beproevingen in je leven omdat je al die tijd alleen bent gebleven, maar wel verlangt naar een levenspartner. Beproeving omdat je worstelt met je geaardheid en niet weet hoe je daarmee verder moet, omdat je je zo alleen voelt en in de steek gelaten. Dat zijn er veel beproevingen. Beproevingen ook na bevrijding, ook na Pasen. Het volk Israël is nu anderhalve maand na Pasen in die beproeving terechtgekomen. En ook wij hebben Pasen gevierd, de opstanding van de Heer Jezus Christus. Een nieuw tijdperk, een nieuw leven, een nieuw perspectief. Maar we zitten nog wel in de woestijn. God bevrijdt vanuit zonde en schuld en wil brengen naar het hemels Kanaan, maar daartussen zit wel ons leven. Een leven dat door dalen kan gaan. Door een woestijn soms ook moet. Een leven dat gelukkig ook toppen kent, bergtoppen, maar waarvan het meeste toch ook moeite en verdriet is. Waarin het niet altijd zo makkelijk is en zo mooi als de wereld ons voorspiegelt. Idealiseren we dan het verleden en kijken we terug, verlangen we terug naar een tijd dat alles maar doorging, dat er geen stilstand was, waarin we zekerheid hadden, tenminste een zekerheid die eigenlijk schijn is, maar in onze beleving toch heel zeker is. Idealiseren we dat? Of durven we ook verder te kijken, nu we stilgezet worden? Verder te kijken naar waar de Heer ons naartoe wil brengen. Naar wat God wil. Verder met hem en achter hem aan. Misschien wel achter hem aan door een ongewis land, een ongewis leven, maar wel achter hem aan. Dicht bij hem.
Dat is wat de Heere van ons vraagt. Dat is ook wat de Heere van het volk Israël vraagt. Daarom zet het dat volk ook stil. Daarom zet de Heere ons ook stil. Hij stelt het op de proef. In vers 4 lezen we dat al, dat de Heere dat zegt tegen Mozes. Zie, ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen. Het volk moet erop uitgaan en er per dag benodigde hoeveelheid verzamelen, zodat ik het op de proef kan stellen. Of het naar mijn wet wandelt of niet. De Heere gebruikt deze beproeving om het volk verder te beproeven. Hij geeft een oplossing, hij geeft het manna. En ook eenmalig geeft hij daar de kwartels, trekvogels die zich helemaal vol eten voordat ze verder vliegen. En een rustplaats zoeken en zo in het tentenkamp van de Israëlieten terechtkomen. Maar hij zorgt ook voor het manna. En dat manna geeft hij onder bepaalde restricties. Hij zegt dat de mensen genoeg moeten verzamelen voor zichzelf. Een gomer per hoofd. En ik zei het al, en het staat ook in de noten onderaan in de Bijbel. Ik denk dat het ook wel in uw en jouw Bijbeltje staat. Een gomer is vermoedelijk tussen de 2 en de 4,5 liter. Dat mochten ze per persoon verzamelen. En meer niet. Ze moesten leren om op God te vertrouwen. Ze moesten vertrouwen dat God elke dag opnieuw dat manna zou geven. Dat het er elke dag weer zou liggen. Dat ze elke dag weer zouden ervaren dat God voor hen zorgt. Behalve op de 6e dag, dan mochten ze voor 2 dagen verzamelen. Zodat ze op de rustdag niet naar buiten hoefden om het te verzamelen. Dat ze ook echt konden rusten op de rustdag. En de Heere stelt zo zijn volk op de proef. En sommigen luisteren naar de woorden die Mozes doorgeeft van de Heere. Die doen precies zoals God het heeft gezegd. Maar anderen, die wantrouwen de Heere nog. Die slaan aan het hamsteren. Die nemen toch maar wat extra's mee voor de zekerheid. Want je weet maar nooit. Kun je wel op God aan? Kun je hem wel vertrouwen? En de volgende dag, als ze naar hun manna kijken, wat ze extra verzameld hebben, dan ruiken ze het al en zien ze het al. Er zitten wormen in maden. En Mozes wordt kwaad op deze mens. Hij had toch duidelijk gezegd hoe de Heere het wilde. En als dan de 6e dag aanbreekt en mensen het dubbele verzamelen, dan zijn er zelfs leiders van het volk die dat tegen Mozes komen zeggen. En dan moet Mozes die leiders nog corrigeren. Hebben jullie dan niet geluisterd naar de Heere? Dat mag, dat is de bedoeling dat ze juist op de 6e dag het dubbele verzamelen. Zodat ze morgen er niet op uit hoeven te trekken. En dan blijken er ook nog mensen te zijn die juist op de 6e dag niet het dubbele verzamelen. Maar ervan uitgaan dat er op de 7e dag wel weer manna zal liggen. En als ze op de 7e dag, de rustdag van de Heere, erop uitgaan, dan lezen we dat de Heere boos is. Dat lezen we in vers 28. En daar staat, toen zei de Heere tegen Mozes, hoe lang weigert u nog mijn geboden en mijn wetten in acht te nemen? En in Mozes spreekt hij heel het volk aan. En dan lezen we vers 29. Zie, omdat de Heere u de Sabbat gegeven heeft, daarom geeft hij u op de 6e dag brood voor 2 dagen. En dan plaatst de Heere het volk in quarantaine. Ieder moet op zijn plaats blijven. Niemand mag er op de 7e dag vanuit zijn verblijfplaats op uitgaan. En zo rustte het volk op de 7e dag. De Heere God wil dat mensen thuis blijven. Nou, we weten wat dat inhoudt. Jongens en meisjes, jullie hebben dat wel gemerkt. Thuis blijven. Aan het begin was dat misschien wel even leuk. Thuis les krijgen, thuis je werk doen en dan lekker spelen. Vrij zijn. Je niet zo hoeven haasten 's morgens vroeg. Maar na een tijdje word je het wel zat. De Heere wil dat het volk op de 7e dag thuis blijft. Dat het echt uitrust. Hij zet ze stil op de Sabbat. Sabbat betekent letterlijk ophouden met. Niet maar doorgaan. Niet maar denken stilstand is achteruitgang. Nee, bewust stilstaan op die 7e dag. Om gevoed te worden.
door de Heere. Niet met het manna, wat de Israëlieten opraapten, maar met geestelijk voedsel. Stilstaan bij wat God tegen ons zegt. We hebben de rustdag niet meer op de zevende dag, maar op de eerste dag. De eerste dag, de dag dat Jezus opstond uit het graf. Dat de Heer Jezus de dood overwon. Pasen. Een begin van een nieuw leven. En vanuit die rust, vanuit die bevrijding, mogen we verder het leven ingaan. Dat is de boodschap van Pasen. Dat is de boodschap die God ook geeft hier in Exodus 16. Dat we stil worden voor de Heer. Ook op zondag als vandaag. Omdat we, zoals de catechismus het zegt, de Heilige Geest in ons hart laten werken. Dat we niet doordraven, maar tot rust komen. Stil worden voor God. Niet bezig zijn met de dingen van alle dag, maar het woord tot ons nemen. Aan het begin van de week. Om er zo de rest van de week ook elke dag weer even bij stil te staan. Om gevoed te worden. Om te oefenen in het verlangen naar de toekomst. Naar Gods toekomst. Toekomst met Hem. Waarin er geen honger meer is. Waarin er geen corona meer is. Geen ziekte. Geen dood. Maar eeuwig leven met Hem. Kent u en ken jij dat eeuwige leven met de Heer al? Bent u door geloof al verbonden met de Heiland? Bent u verzoend door zijn bloed, door het bloed van het paaslam? Bent u bevrijd uit Egypte? Uit het slavenhuis van de zonde? Of zit u nog vast? Bent u nog gebonden? Bent u nog slaaf? Merkt u dat u Egypte nog meegenomen hebt in uw hart? En hangt u nog naar het altijd maar doorgaan? Niet tot rust komen, maar altijd maar weer doorgaan. Niet stilstaan, want dat is achteruitgaan. Nou, sta dan vandaag stil. Laat u stilzetten door de Heere. En val voor Hem op de knieën om te ontvangen van Hem. Het manna, het hemelse brood, Jezus Christus. Om de rust van Hem te ontvangen. Eeuwige rust, die we nu al mogen proeven. In dit leven. De Heere wil dat we leven vanuit de bevrijding. Hij wil ons bemoedigen onderweg naar het beloofde land. Bemoedigen midden in de beproeving ook. Dat is onze tweede gedachte. Ja, de reactie van de Heere op het gemopper en het gemor van het volk is al een bemoediging op zich. Je ziet het ongeloof, het wantrouwen. En dan komt de Heere met genade. Dan komt de Heere met manna, met kwakkels. Het is toch wonderlijk dat de Heer zo genadig is. Dat Hij het volk niet straft. Dat Hij het niet zat is, dat gemopper en gemor. Maar dat Hij ze tegemoet komt. Dat Hij zegt, je mag best terugkijken. Maar niet naar de vleespotten. Niet naar het slaaf zijn in Egypte. Nee, kijk maar terug naar wat ik gedaan heb. Weet dat ik de Heere jullie bevrijd heeft. Dat ik dat heb gedaan. Om jullie in vrijheid voor mij te laten leven. Want daarvoor zijn wij geschapen. Het is bemoedigend dat de Heer ons daar weer op wijst. Dat Hij in zijn genade ons laat zien wat Hij heeft gedaan. Zo wil de Heer ons ook in deze woestijn, in deze moeilijke tijd ook wijzen op wat Hij heeft gedaan. In deze moeilijke tijd mochten we Goede Vrijdag vieren. Mochten we Pasen vieren. In deze tijd mogen we toeleven naar Hemelvaart en Pinksteren. Mogen we stilstaan bij Gods grote daden. Bij zijn heilsfeiten. Die Hij gedaan heeft. Tot heil van ons. Feiten die gebeurd zijn. Om ons te bevrijden. Om ons te leiden. Naar God. Hij wil dat we dat niet vergeten. Maar dat onthouden. En dan is er nog een bemoediging. In vers 7 en vers 10 lezen we erover. In vers 7 staat: en morgenochtend
zult u de heerlijkheid van de Heere zien, want hij heeft uw gemor tegen de Heere gehoord. Want wie zijn wij dat u tegen ons mort? De Heere zegt het al van tevoren, hij laat het zeggen. Morgenochtend zult u de heerlijkheid zien van de Heere. Ze wisten dat de Heere aanwezig was, dat hij meeging. Dat is al een bemoediging op zich. Dat hij in de wolk voorop ging en de weg wees. En dat hij 's nachts in de vuurkolom zijn licht liet schijnen. Maar dan lezen we in vers 10 dat in die wolk ook nog eens zijn heerlijkheid zichtbaar wordt. Terwijl Aaron tot heel de gemeenschap van de Israëlieten sprak en zij zich naar de woestijn keerden, gebeurde het dat, zie, de heerlijkheid van de Heere in de wolk verscheen. God laat zijn heerlijkheid zien. Hij komt niet met donder en met bliksem. Hij komt niet met zijn straf, maar hij laat zijn heerlijkheid zien. Hij laat zien, ik ben er zelfs met mijn heerlijkheid. In de woestijn heerlijkheid zien. Heerlijkheid waar hij naartoe wil leiden. En wanneer toont hij die heerlijkheid? Nou, als Aaron het woord van God spreekt. Onder de preek, jongeren, wordt Gods heerlijkheid zichtbaar. Wordt Gods bemoedigende heerlijkheid zichtbaar. Zo mag ook vandaag, onder de prediking, terwijl het woord open gaat, Gods heerlijkheid zichtbaar worden. Gods heerlijkheid die naar buiten komt, naar voren komt in zijn genade. In zijn opzoekende liefde. Die zichtbaar wordt in de Heer Jezus Christus. God komt naar ons toe vandaag. In zijn woord. Hij wil ons bemoedigen. Hij zet ons niet voor niets stil. Want hij wil dat we uiteindelijk ook delen in zijn heerlijkheid. En dat kan door de Heer Jezus Christus. In Romeinen 8 staat dat God zijn geest gegeven heeft. Dat het een geest van aanneming tot kinderen is, waardoor we roepen Abba Vader. En die geest wil ons ook doen delen in de heerlijkheid van Christus. Daar mogen we in delen. Tenminste staat er dan als we ook delen in zijn lijden. Dan moeten we niet gaan mopperen. Dan moeten we niet gaan morren en tegen God in opstand komen als het lijden er is in ons leven. Maar dan mogen we vragen, Heere, wilt u lijden in dit lijden? Wilt u kracht geven? Dan mag er wel een klagen zijn, dan mag er ook echt wel een waarom klinken. Maar geen gemopper. Want dat brengt ons bij God vandaan. Nee, vraag dan om zijn leiding en om zijn kracht. Vraag dan of hij het lijden wil heiligen. Dat wil de Heere geven. Dat zegt hij in zijn woord. Hij wil ons gelijkvormig maken aan Jezus Christus. Zodat we mogen delen in zijn heerlijkheid. Daar is genade voor nodig. Daar is verkering voor nodig. Geloof. En dat wil God geven op het gebed. Dat wil hij geven door zijn geest. Laten we dat niet vergeten. Om dat te vragen aan de Heer. En laten we niet vergeten dat we vanuit onszelf daar niet zo sterk naar verlangen. Vanuit onszelf verlangen we daar namelijk helemaal niet naar. Daarom is het zo belangrijk dat we de Heere vragen, smeken. Heere, komt u toch met uw geest. Verandert u ons van binnenuit. Zodat we u mogen volgen. U mogen dienen. U mogen geloven en vertrouwen. Om ze ook te mogen delen in uw heerlijkheid. En die heerlijkheid is er voor hen. Die door het geloof geleid worden tot heerlijkheid. Dwars door de woestijn heen. En in die woestijn, waarin we stilgezet worden, bemoedigt God niet alleen, nee, dan voedt hij ook. Dan komt hij met zijn manna. Elke dag opnieuw geeft hij dat. Hij wil dat we afhankelijkheid leren. Dat we elke dag naar hem toe gaan, stil voor hem worden, naar zijn woord luisteren. De Heere God zegt in vers 12 dat hij het volk zal voeden. Nou, hij belooft ons ook het hemelse manna. Hij belooft ons ook te voeden. En die voeding komt er in de kwakkels, lezen we in vers 13. Maar ook in het manna. Wat blijft liggen als de dauw wegtrekt. Dat is iets fijns, iets vlokkigs. Als rijp op de aarde. Het volk Israël kent het niet. Het zegt ook, wat is dit? Wat is het? En in die vraagzin, daar kom je in het Hebreeuws het woordje manna of man tegen. Wat is dit? Mozes legt uit, dit is het brood wat God geeft. Dit is Gods genade.
Mogen we dat ook wel eens in verwondering ons afvragen. Als we 's morgens aan de ontbijttafel zitten en zeggen, wat is dit toch? Er is weer brood. Er is melk. Er is eten, er is drinken. En weer ligt daar het woord van God. Wat is dit, dat God zo voor ons zorgt. Wat een wonder, dat Hij mij genadig wil zijn. Ik die zo loop te mopperen. Ik die vanuit mezelf God niet volg. Maar die toch Gods bevrijding mag leren kennen door Jezus Christus. Die paasfeest mag vieren. Die verlost mag worden door Hem. Door zijn genade. Wat een genade. Ik die het niet gezocht heb, maar gezocht ben door Hem en gevonden. Wat is dit? Bent u zo en ben jij zo wel eens verwonderd over wat God geeft? In zijn genade, in zijn liefde. Ondanks onze ondankbaarheid, God toch komt met voeding. En dan geeft hij genoeg, gemeente. Genoeg voor elke dag. Dan hoeven we ook niet verder te kijken. Ons ook geen zorgen te maken over de dag van morgen. Het kan soms als zo'n zware last op je afkomen. Maar leg het in de handen van de Heer. En leef bij elke dag. En ga elke dag naar de Heer om manna van Hem te ontvangen. Hij is betrouwbaar. Hij is ons vertrouwen waard. Daarom zet Hij ons ook stil vandaag. Om dat tegen ons te zeggen. Vertrouw nou maar op mij. Vertrouw maar op mij. Ik zal je helpen. Ik zal je leiden. Vandaag zet Hij ons letterlijk stil. Sabbat. Ophouden met. Sta maar even stil. Zodat ik je kan voeden, zegt de Heer. Zodat je kunt oefenen in verlangen. Naar de toekomst die God geeft. Naar de eeuwige verzadiging. Door Jezus Christus. En zo zijn we vanmiddag stilgezet in de woestijn. De woestijn van ons leven. Niet om maar stil te blijven staan. Maar om gevoed en bemoedigd verder te gaan. Richting Gods grote toekomst. Gevoed door het woord, door de geest. Geestelijk voedsel mochten we ontvangen. Dan mogen we op zulke momenten ook door God, door de Heer Jezus, boven de omstandigheden uitgetild worden. En zien op dat heerlijke perspectief wat God gedaan en gemaakt heeft. En als ons dan iets ontbreekt onderweg, dan mogen we naar de Heer toe gaan die zegt, ik ben de Heer, uw God die u bevrijd heeft. Doe je mond maar open. Vraag het maar aan mij. Kom maar, heel vrijmoedig. Ik zal het je geven. Als je er mij om vraagt. Als je pleit op het verbond. Ik geef het je. Om Jezus wil. Amen.
Laten we ook samen de Heere danken voor wat Hij ons gegeven heeft. Dank u wel, trouwe Heere in de hemel, voor uw genade. Voor het feit dat u ons stil hebt gezet. Dat u ons vandaag gewezen hebt op de beproevingen van ons leven. Maar ons ook willen bemoedigen en het willen voeden. Heere, geef dat dan niet in ons de overhand heeft, die gedachte van stilstaan is achteruit gaan. We moeten verder, we moeten door. Maar geef dat we vanmiddag stil mochten staan. Door uw genade ook echt stil mochten worden en uw woord mochten ontvangen. Om te zien met de ogen van het geloof welke beproevingen er zijn in ons leven. Om te zien, Heere, dat we zonder u niet verder kunnen. Om bemoedigd te worden door u en gevoed. Gaat u zo dan met ons mee. Gaat u steeds weer voor. En wijst u ons steeds weer op de Heer Jezus Christus. Die het manna is uit de hoogte. Het hemelse brood dat u hebt gegeven, o Heer Jezus. Uit liefde voor een wereld die verloren lag in schuld. Uit liefde voor zondaren die door het geloof in u, Heer Jezus, verlost kunnen worden. Dank u wel voor uw trouw, voor uw genade. Geef dat we zo achter u aan mogen gaan, Heer Jezus. Uw voetstappen mogen drukken. En dat we in de woestijn van ons leven, in alle moeite en zorg, ons oog gericht houden op u. Draag ons dan, Heer. Geeft u kracht, geeft u troost, keer op keer. Dank u wel voor de zondag die achter ons ligt. Voor alles wat u ons daarin gaf. Wilt u deze week met ons meegaan? Ons helpen bij de dingen die we mogen en moeten doen. Geeft u kracht en wijsheid. Geef dat we daarin ook ons steeds weer afvragen wat uw wil en weg is. En geef dat we zo voor u willen leven. Ga met ons mee, ook als er moeilijke dingen zijn deze week waar we tegenop kunnen zien. Ga met ons mee als we ook mooie dingen hebben waar we naar uit kunnen zien. Geef dat we het met u mogen beleven. Maar geef dat we in alles, Heere, het steeds weer van u verwachten. Wees met hen die ziek zijn. Die te lijden hebben onder het coronavirus. Wilt u oplossingen geven? Wilt u kracht geven aan hen die in de verpleging, in de zorg werken? Geef, Heere, dat het virus weg mag gaan, maar dat als de restricties wat versoepeld worden, de maatregelen veranderen, als het stilstaan weer ophoudt en we weer doorjagen, dat we niet terug willen, maar dat we als maatschappij ook bedenken dat het ook anders kan. En geef dan dat mensen ook mogen zien, Heere, dat we afhankelijke mensen zijn. En dat ze door al deze moeite en zorg heen u mogen leren kennen. U, Heer Jezus Christus. U, o Vader. U, o Heilige Geest. En dat ze zo in de woestijn van dit leven de bevrijding mogen leren kennen die er is bij u. Dat het hier niet te vinden is. Dat hier niet het leven is, maar dat het leven er alleen is bij u. In uw koninkrijk, dat komt. Heere, vergeef alles wat niet was naar uw heilige wil. Neem al onze zonden genadig weg. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. Materieel, maar ook geestelijk. Dat we het steeds weer opnieuw van u verwachten. Hoort u ons zo, enkel en alleen uit genade, om Jezus wil. Amen.
Normaal gesproken zou nu de collecte gehouden worden. Ik wil u wijzen op de mogelijkheid om uw gave over te maken op de bankrekening van de kerk. De informatie kunt u vinden op de zondagsbrief. En komt ook straks in beeld, via de beelduitzending. Dat kunt u ook op de site vinden. We zingen tot slot uit Psalm 73, versen 12 en 13. Verhef uw hart tot God en ontvang van de Heere zijn zegen, die in zijn naam op u en op jou zal worden gelegd. Ontvang zo zijn vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God, de Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u en jullie allen. Amen.